Waar ben ik nu beland? Waar ben ik nu in hemelsnaam beland? Heel veel mee meegemaakt vroeger bij K3. En wie ik hier vind. Ah, Martin. Nog 6 minuten, jongens. Ik vind het echt... Ja, maar dat bedoel Hey, hallo, wat superleuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Marissa en ik ben onderweg. Of nou ja, ik sta gewoon dik in de file. Verschrikkelijk. Ik sta echt ramvast gewoon. Af en toe is eventjes 5 meter zoals nu vooruit. En de rest staat gewoon helemaal vast. Echt niet leuk. Maar goed, ik ben dus onderweg naar Antwerpen. Ik ga daar Jessica ophalen. En wij gaan vanavond naar Karen toe. En Karen kennen jullie wel kennen misschien van vroeger, van K3 natuurlijk. En ik dacht, ik heb haar al bijna 3 jaar niet gezien. Ik ga weer eens langs. Dus ja, ik ben benieuwd wat de avond gaat brengen. Ik heb geen idee. En ik weet alleen dat ze optreedt en verder eigenlijk niet zo. Dus ja, ik ben benieuwd. We gaan nog even in de file staan, denk ik. Want dit zal nog wel even gaan duren. 1 hour later. Yay! 1,5 uur later. Maar ik heb mijn bestemming bereikt. Of nou ja, de Kinepolis. Waar ik dus Jessica op ga halen. Zo zie je niet mij trouwens. Ik zie het niet. Maar even zoeken. Ik denk dat ze daar ergens staat. Denk ik. Even kijken. Ik moet eigenlijk ook nog wel even plassen, want als het zo verder nog zo lang gaat duren. Even yes zoeken. Waar is die? Waar is ze? Zie je, de bolletjes zeggen toch echt. Ik kan het niet zien. Die zeggen toch echt door bij elkaar. Ah, daar komt ze aan! Jee! Wat een timing. We hebben er gewoon allebei even lang over gedaan. Verschrikkelijk. En Jess appte mij ook al dat ze moet plassen. Dus ik denk dat wij eerst even gaan plassen. Dus ga even mijn spullen pakken en dan even naar de wc. A few moments later. Hey, we hebben geplast. Yay! Nu kunnen we echt gaan. Als het goed is nog 31 minuten. Maar ik wil niet te hard roepen. Want het dingetje is rood. Zien jullie dat? Nou. Maar dat stond net dus 45, oh 42, ah het loopt al. Laat maar. Goed, we gaan nog even een stukje rijden. Yay. We komen er wel. 1 hour later. 1 hour later, ja we zijn geparkeerd jongens. We hebben een parkeerplekje gevonden. Yay. Ik heb echt, we hebben werkelijk geen idee waar we zijn. Ergens. Dus we hebben het eerste, nou ja, beste parkeerplekje gevonden. Waar we konden, zo, wat we konden vinden. Zijn we geparkeerd. Wat ik nu eerst ga doen is Jessica een speld sturen. Zodat we de auto nog kunnen vinden. Straks. Ja, echt. Want anders zijn we verdwaald. En ik ken dat. Dan gaan we dat niet meer terugvinden. Nee. Dus, wat doen we? Locatie. Kijk. Locatie. Ja. En dan verstuur huidige locatie. Kijk, dan hebben we hier een speld. Hier staan we geparkeerd. Dus yes, dan gaan we terugvinden. Ja, koop het. Oké, dit wordt weer spannend. Nou goed, spulletjes nu mee, moeten we auto dat dicht. Dan gaan vinden. Ja, het pad. Want we moeten nou nog wandelen. Dus ik ben benieuwd. Nou goed, wordt vervolgd. Mijn navigatie staat aan. En het is nog... Oh, nog 8 minuten lopen. Oh, jongens. Dat kunnen we nog wel. 8 minuten. 7. Oh... 600 meter, dus ik ben benieuwd of we het gaan vinden. Het is wel weer een avontuurtje, hè, dit. Het is ook nog zo stil hier. Gewoon geen muziek of zo. Nee, het zou een soort festival moeten zijn, geloof ik. Maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, zo staat het Ze wel zeiden tegen mij, oh ja, je moet eens een keer naar Karen, dat is leuk. Ik heb geen idee. Komen we hier in een dorp uit? Geen idee waar we zijn. Maar goed. 7 minuten, moet lukken.
Waar ben ik in hemelsnaam beland? Ja, we zitten in een bos en we hebben werkelijk geen idee waar het is. Er staat hier namelijk ook niks aangegeven, er is geen muziek aan. We lopen gewoon een beetje de mensen achterop. Waarvan we niet eens weten of die wel goed Nee, ja, misschien zijn die wel gewoon een boswandeling aan het maken. Boswandeling. Ja, oké, okay, dus. Op avontuur met Jess en Maris. Yay! Ik heb er geen idee. Ik weet ook echt niet of we goed lopen. Ik ook niet. Ja, we gaan het bos in. Leuk. Altijd en ik leuk. Zie alleen maar mensen met hardloopschoenen en zo. Dus ik heb geen idee of het goed zit. Ja, dat weten we niet. We zijn ook op zoek. Jongens, we horen muziek. Ja, ja. Ik denk dat het daar is. Ik denk het. We weten het niet. Het zou echt top zijn dat we er zijn. Heel bospad toch? En nu straks moeten we nog de auto terugvinden. Maar daarom de speld, hè, jongens. De speld. En het hier is ook vinden. Gewoon een parking, maar goed. Nee, die konden we niet vinden. De parking bestond niet. Nou ja, goed. Nog een stukje. We zijn al 10 minuten aan het wandelen. We hebben bijna een park rond. Ja, de navigatie zei, we zijn er. Nou, ik zag helemaal niks. Maar goed, nog een stukje wandelen. We horen een beetje muziek, dus als het goed is, zouden we er bijna moeten zijn. Toch? Ja. Ja, ik hoor het wel, muziek niet. Het zou wel eens kunnen zijn. We found it. Het is ook echt midden in het park, maar ja, daarom heet het waarschijnlijk ook parkies. Hè, slim. Nou ja, goed, we gaan eens kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Het is wel klein. Ja. Oeh! Ik ga al bijna onderuit. Oh mijn god. Nou, we gaan eens kijken. En ik ben kapot. Still alone, we skirt around the danger zone, but don't talk about it later. Dankjewel. Hier heb ik nu heel de zomer naar uitgekeken, zeg. Naar dit moment, om vanavond te kunnen zeggen... Goedenavond, Edegem! Il de l'amour, sans foi, sans toi. Liedje van uw eigen. En dan denk ik, ah ja, ik heb ook liedjes van mijn eigen. Ja. Ha. Dus, ik kan dat doen. Hey. Ik ga een liedje van mijn eigen zingen, in het Nederlands. Ah, het is te zeggen in het Antwerps. Nu, normaal gezien, als we in Waregem of Middelkerken of Sint-Truiden staan, dan moet ik altijd zeggen, verstaan jullie dat? Verstoddegollen dat? Hè? Hier moet ik dat dus niet vragen. Maar er zit wel een stukje tussen. En ik weet niet of dat iedereen eigenlijk, dank u, eigenlijk weet wat dat wil zeggen. Weet er iemand wat dat betekent dat je een houten frakje aan hebt? Zie je het, zeg? Dat is toch niks Antwerps. Dat is iets dat wij zelf hebben uitgevallen. Ja? Een houten frak, dat is een doodskist, hè? Ja, voilà. Ja. Dus als je een houten frak aan hebt, dan zit het dus dood. Maar dat zing ik in dat liedje, want het is een liefdesliedje. Voor mijn man uiteraard, die een drummer van mijn na-programma. Hè. Ik zing daar op een gegeven moment in dat ik dus nooit bij hem zal weggaan, tenzij met een houten frakje aan. Schoon, hè. Ja, ik zal teken doen, als het komt. Oh, dat is niet meer van deze tijd, want ik heb daar trouwens heel veel mee meegemaakt vroeger bij K3. Die moeilijke namen ook altijd. Er kwam eens een meisje naar mij en die vroeg zo, mag ik een handtekening? Ik zeg, ja tuurlijk schat, wat is jouw naam? En ze zegt, Sophie. Ik zeg, en is dat Sophie met een F of met PH? En ze zei, met een S. Lief, hè?
Het laatste liedje gaat over de Pedro. Ja, over een pianist die recht staat achter zijn piano. Schwede piano de boe, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Nou, dat was hem. Nou staan we te wachten op de meet and greet. Want ik ga blijkbaar nog foto's doen na de show. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ook. Gaat ik hebben, waiting for a queen. Duurt lang. Geen geduld. Nee, dat heb ik echt niet. Maakt niet uit. Dus even wachten. Oh, dat is wel heel mooi zo, ons onderkant. In de bush. Wat een meet and greet. Fantastisch. Het was echt heel super snel. Het deed een beetje denken aan de K3 meet and greet. Nog sneller. Ja. Het ging echt nog sneller. Dus, ja, het was bizar. Maar goed, het was leuk. Ik verstond de helft niet van wat ze zong. Ik ook niet. Het is echt totaal anders geworden. Maar, ja, maar goed, het was ook Frans. Ja, Frans, dat versta ik al helemaal niet. En Engels spreek jij ook niet? Nee, ook niet. Hoeveel liedjes heb jij verstaan? Eén? Ja, één denk ik. Ik weet niet. Voelen voel, poep, 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 poep. Oh! Dat mag je niet zeggen. Maar goed, het was superleuk. En Astrid was ook niet bij. We wisten helemaal niet van elkaar dat we gingen komen. Dus dat was wel echt heel grappig. Verrassing! Ja, het was een verrassing. Dus ja, nu gaan we nog even een beetje het plein op. En we zien wel even een beetje gezelligheid, hè? Ja. Nou, het feestje zit erop, jongens. En wie ik hier vind... Ah, Marte is er ook bij. Ja, tuurlijk. Ja. Ja? Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Het is de eerste keer dat ik dat Karin zie optreden zo erbuiten. Dus ik was heel blij dat ik gekomen ben. Ik vond het top. Ook haar Franse nummers. Ik vond het echt goed. Ja, ik verstond dat niet. Ja. Ik kon... Poef. Maar wel mooi, hè? Het was wel mooi. En de band van haar man, ook top. Ja, toen ging het los. Daar kom ik ook nog eens voor terug. Dus ja, ik ben de volgende keer van de partij. Fijne avond nog. Jij ook. Veilig thuis. Sowieso. Altijd. Veilig rijden. Nou, goed. Oeh! Dat het gaat al mis. Nou, we zijn onderweg naar de auto. Maar jullie weten het nog. Als het goed is... Ik ben nu wel een beetje eng eigenlijk. Ja, het is echt... Nou, Jess, doe je lampjes weg. Het is zeg maar dit. Ik weet niet, want mijn camera die maakt het nog lichter. Het is echt maar het is echt vuurdonker. Wacht, hè, want ik vind het best eng. Heel eng. Ik ook. Even een lampje. Wacht, hè. Google. Nee, naar jou. Ja, je had hem naar mij gestuurd. Nee, dat was niet die. Locatie. Ja, ja. We komen. Daar gaan we. Oh. 2 minuten met de auto. Maar we zijn niet met de auto. Oei. Hoe ga ik hier nou naartoe? Weet ik veel. Nou jongens, waar moet ik nou toch op drukken? Kijk, daar staat mijn auto. Maar daar zijn wij niet. Wacht, hè. Maar je moet daar toch... Wacht, zou ik het eens proberen? Oké, 5 uur later. Wacht, hè. Nou jongens. We moesten toch de andere kant op. We gingen toch de andere kant op. Minder bospad. Maar als het goed is, nog... Oh mijn god, nog 8 minuten. 8 minuten in het donkerste. Oh my god. Ik weet niet of jullie maar zien, maar 8 minuten. Het nou is eng. Het is eng. Ja, maar we hebben daar net ook zo lang gelopen. Alleen toen kwamen we van de andere kant. Nou, goed. Wordt vervolgd. We zien jullie zo. Of niet. Doei! Oh mijn god, ik ben bang. Daar loop je helemaal met. Hij komt uit de zak. Kijk, dit is die parking waar wij niet mochten staan. Oh yes. Nog 6 minuten. Nog 6 minuten, jongens. Ik vind het echt... Oh, maar dit is weer woonwijk. Ja. Yeah. Oh, ik weet ook niet of ik goed film, maar... Oh, ik ken dit. Ik ken dit. Ja, hier heb je gereden, hè. Oh,
Goh. Goed. Het komt goed. Alles komt altijd goed, zou Hanne zeggen. Wat is dat? Er zijn... Wat gebeurt hier? Dit is echt eng. We zijn niemand kwijt, denk ik. Wat lopen we nou weer? Ja, maar ik zie niks. Ja, maar kijk daar. Het is echt... We liepen net op de weg. Ik vind het toch maar eng. Oh, mijn telefoon is inmiddels uitgevallen. Hé, hey, daar is Hanne. Oké, goed. Zou ik de veld aanzetten? Daar gaan we weer. 4 minuten. Oh, nog Jesse? Rechtdoor. Ja, 4 minuten, zijn er nou? Nee, 4 minuten. 10 minuten. Ik dacht dat was langer dan toen we vertrokken. 10 minuten, dat wil ik niet. Nee, ik ook niet. Maar er staat hier iets op de stoep. Een boom. Oh, een boom. En een kiko. Oh my god. Avonturen met... Yes, Maris. Yes. Woe, boom. Jezus. Ik wil zo'n count ding in de vlog. Zo'n count ding? Zo, hoe vaak jij bijna gevallen bent. 1, 2. En dan zo ping. Ja. En dan springt die boven. Oh, nou, ik ga dat proberen. Oeh. Dat ging ik weer bijna. Ja, maar ik ben nog niet helemaal zo stabiel. Oh mijn god. Wat erg dit. We komen er wel. Ja, zo, kijk, nou kunnen jullie mij zien, maar nu zie ik niks meer van tevoren. Oh. Oh, maar dan kan de counting omhoog. De counting, wanneer ik val. Hoe vaak valbaar is dat niet? Oh, man. Maar het is hier ook zo donker. Ja. En zo stil en zo af en toe roept er ineens iemand. Ik ga aan de overkant van de weg. Ja, daar dus. En de rest is donker. Donker. Het is net Halloween. Ah, dat zijn we toch gewend. Het is net Halloween. Dat maar goed. Als het goed is, zouden we over 3 minuten bij de auto moeten zijn. Volgens mij staat als het goed is. Want hier zijn al die... Oh! Jezus. Maar kijk ook, echt. Allemaal boompjes en... Ja, we lopen gewoon naar het huis, hè. Super eng, jongen. Nou, bij mij is dat niet zo eng thuis, hoor. Oh nee, daar weet ik de weg natuurlijk. Stonden we niet hier? Staan we hier? Nee. Nee, wacht daar. Dan moet ik weer even. Nee, we staan niet hier. Oh, ik heb honger. Ik ook. Sta linksaf naar de Muizengemlijn. Kijk, dat bedoel ik. Nog 2 minuten zelfs. We moeten, als we hierin zijn geslagen, als het goed is, is dat... Oep! 5. Denk ik. Als we hierin zijn, dan zouden we er als het goed is moeten zijn. Oeh. Ik vind het allemaal maar eng, hoor. Ik vind het hier ook maar eng. Nou, ik ga oversteken. Hop, hop, hop. En dan zouden we in de straat moeten zijn. Dan kan ik deze uitzetten, want mijn batterij is ook bijna plat. En anders kom ik niet meer thuis. En we hebben afgesproken met Marten, veilig thuis. Ja. Hey, hallo, onze schaduws. Joehoe. Oh my god. Het is niet te geloven. Maar het is gelukt. Ik denk dat daar mijn auto is. En nu zo erachter komen dat mijn autosleutel weg is. Hè? Oh my god, hou op met me. Dan moet je daar... Ja, dat ben ik. Dat is mijn auto. Ja. Als je die kwijt zou zijn, hè, dan moet je dat op dat rasveld gaan zoeken. Hè? Besef je ja, dat? Ja, dat is niet handig. Maar ik heb er een AirTag aan. Dat is slim. Ik heb mijn auto gevonden. Ja, ja, ja. Ja. Yeah. Oh, het is wel weer heel donker hier. Even mijn autosleutel zoeken. Als het goed is, heb ik die namelijk. Ja, bedankt nu. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Let's go. Kermis. Ik ben van de week naar de kermis geweest. Dus, vandaar dat ik dat nog in mijn hoofd heb. Want we hebben van die grijpautomaat gedaan. En dan deed ze ook zo... Ja, bedankt nu! Dat is niet oké, hoor. Nou ja, dat is echt. Dat doen ze toch? Ja, weet ik veel. Ik ga naar de kermis. Geld vol. Nou ja, oké. Goed, ik ga de auto starten. Navigatie aan en gaan. Uit dit gat. Ik weet niet waar we zijn geweest. Maar het was weer een avontuurtje waard. Jee. 15 minutes later. Oh my god, 15 minuten. Ja, dat is sneller als 1. Ik wou net zeggen, vanmiddag hadden we hier dus een uur overgereden. Ja, en nu 15 minuten. Dat is echt insane.
Dus dat is top. En nu is het nog even kijken naar huis. Een uur. Thuis. 34 minuten, jongens. Tel er maar 26 bij op. Ja, dus nou, Jessica gaat weer naar huis. Ik ga weer naar huis. En dan... Zien we elkaar? Ja. Want de volgende vlog is weer de... Late Nights! Oh, ik heb daar heel veel zin in. Heel veel. En dan gaan we weer feesten met K3. Ja, en ik ben weer thuis aangekomen. Het was echt een superleuke avond gisteravond. Ik heb onwijs genoten. En de band na Karen was echt zo goed. Dat was echt heel erg leuk. Dus ik heb een hele leuke avond gehad. Martin natuurlijk gezien. Daar hebben we nog een tijdje bij gestaan. En ja, ik hoop dat jullie dit ook een leuke vlog vonden. Het is een keer iets anders. Maar ja, ik volg de oude K3'tjes, de ex-K3'tjes natuurlijk ook nog. Dus soms zie je die ook eens voorbij komen. Dus vandaar. Nou, ik hoop dat jullie het leuke vlog vonden. Doe even dat duimpje omhoog. En abonneer je zeker op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week. Doei doei!